Kunstmatige intelligentie, of ook wel in het Engels artificial intelligence genoemd en vaak afgekort als AI, klinkt ingewikkeld. Een wereld waar spannende dingen gebeuren, ver van wat we kennen. Maar is het eigenlijk wel zo ver weg? Of zijn we er al bekender mee dan we ons realiseren? Je kent misschien wel de smartwatch. Deze kan herkennen wat voor een activiteit je aan het doen bent of hoe goed je hebt geslapen. Of heb je wel eens iemand met een virtual reality bril gezien? En natuurlijk niet te vergeten de zelfsturende auto's die ontwikkeld worden en zonder probleem om personen en voorwerpen heen kunnen rijden. Dit zijn allemaal voorbeelden van AI uit het dagelijks leven. Ook de zorg is niet onbekend met AI. Voornamelijk in het ziekenhuis wordt hier al gebruik van gemaakt. Er wordt bijvoorbeeld al langer gebruik gemaakt van AI bij het beoordelen van radiologische scans. En langzamerhand begint het ook zichtbaar te worden in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Daarom zijn wij gaan onderzoeken hoe AI jullie het beste kan helpen. We willen net als jullie dat we ook in de toekomst zorg en begeleiding kunnen geven aan iedereen die dat nodig heeft. In ons slimme ECD Puur gebruiken we daarom AI om het werk van de begeleiders makkelijker te maken. Hierdoor blijft er meer tijd over voor de cliënten. Hoe dit in zijn werk gaat? We helpen jullie door slimme dingen te doen met alle gegevens die jullie vastleggen. Zoals bijvoorbeeld de rapportages van persoonlijk begeleider Elsa. Alles wat ze vastlegt noemen wij data. In ons voorbeeld zie je de data links van de computer opgestapeld worden. Hierna wordt het ingevoerd in de computer. De computer beoordeelt deze data en gaat op zoek naar herkenbare patronen. Zo worden bijvoorbeeld woorden als onrustig en gezellige lunch door middel van AI automatisch gekoppeld aan de categorie emotioneel welbevinden. Je kunt dus vrije rapportages schrijven en ons ECD Puur koppelt de woorden automatisch aan de juiste categorie en de daarbij behorende doelen. De rapportages hoef je dus niet meer handmatig aan de doelen te koppelen. Zodra je gaat evalueren, zie je de relevante rapportages bij de doelen staan. Hierdoor gaat het rapporteren en evalueren sneller, wordt het makkelijker en heb je dus meer tijd over voor jouw cliënten. Dit was AI in een notendop om je een beeld te geven hoe AI in het ECD je als begeleider kan ondersteunen. Er zijn nog een legio mogelijkheden op dit gebied. Wil je er eens goed over doorpraten? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met jou in gesprek.